In de hal is ook een installatiekast. Hierin ziet u een aantal installaties van de woning, zoals de warmtepomp en de boiler. De waterwaterwarmtepomp haalt warmte uit een bron in de bodem. In de pomp wordt de warmte omgezet naar bijvoorbeeld 35 graden voor de verwarming of 50 graden voor warm water. In de warmtepomp zit de boiler voor 180 liter warm water. De temperatuur van het water is ongeveer 55 tot 60 graden. Houdt u van lang douchen of heeft u een groot gezin, dan kan het wel eens gebeuren dat het warm water op is. Houd er rekening mee dat het ongeveer 1,5 uur duurt voordat het water weer op temperatuur is. Bij de warmtepomp hangen 2 expansievaten. Bij verwarming of afkoeling van het water in de pomp ontstaan drukverschillen. De expansievaten vangen deze druk op. U hoeft zelf nooit iets te doen aan deze vaten.